Kijken, aan die kant hebben we een camera, zo te zien. Ja, aan die kant. Ja, jij bent het gewend, hè? Ja. Om voor de camera te staan. Zeker naast mij. We hebben een paar keer samen commentaar gedaan natuurlijk. En nu in één keer mag ik jouw interview als winnaar van het Bounty toernooi. Gefeliciteerd. Dankjewel, jongen. 11 jaar Master Classics, hè? En eerste jaar eindelijk het bordje. Dus, ik kan me voorstellen dat er jaren zijn geweest waarin je er harder voor werkte, zou ik zeggen. Meer toernooien speelde en echt grinden. Zeker. Nu kom je één toernooitje spelen en pat. Ja, nou ja, weet je, misschien is het dat het ook wel. Want ik heb vandaag eigenlijk een beetje maar had wat losjes erin gegooid. Ik wilde gewoon hoog komen of snel klaar zijn. Nou ja, het staat me niet tegen. Want in de beginfase had ik 4 keer een grote hand met strontkaarten, in alle eerlijkheid. Ik heb 4 dikke potten gewonnen zonder 1 kaart boven de 10. Het was allemaal, okay. Het leek allemaal nergens op, maar ik hitte en ik kreeg vol afbetaald. Dus dan had ik aardig wat bounties, een redelijke stack. En je weet, het is natuurlijk een toernooi van niks. De structuur is zodanig dat de eindfase daar elke hand, je mag eigenlijk geen pot meer verliezen. Ik verloor er toch nog één. Ik had keurig de derde stack van de 13. Ik besloot tegen een andere grote stack even all-in-race met 7-2. Ik dacht, dat is wel leuk. Even, staat stoer. Even voor het sfeertje. Hij komt met aasboer en die blijft overeind. Dus toen was ik plotseling terug naar een heel klein stackje. Heb ik me goed opgewerkt. Eigenlijk gewoon in alle eerlijkheid ook wel gewoon sterk gespeeld. En bij de laatste 4-5 spelers dacht ik van ik ga het gewoon pakken. Jori speelde natuurlijk sterk. Die had pech een beetje. Aaskoning verloor hij tegen Vieren. Het was een heel belangrijke pot. Als hij die had gewonnen, had hij de helft van de chips gehad. Nu had hij tegenstanders ze. En ik dacht van, nou ja, als ik met 2 of 3 man kom, dan ga ik die gast die speel ik kapot, dacht ik. En gelukkig gebeurde dat. Ik had naar de finale tafel toe, of naar de laatste 2 toe, had ik best wel rustig gespeeld. Mm. Toen we met z'n 2 kwamen, ben ik meteen van het begin af aan meteen rammen. Ik dacht, ik wil vanavond klaar, niet morgen nog. En gelukkig kwam je er net te laat achter dat ik bij de elke hand gewoon eroverheen ramde. Ja, toen had hij niet veel meer over. En toen moest hij het doen en toen op een gegeven moment deed hij het zelf. Dus ik wist, hij had een paar keer had hij klein gereest, ik eroverheen en moest hij passen. Dus ik wist toen hij het zelf deed, moest hij een slechte hand hebben, want anders deed hij wel het kleine raceje. Dus had ik een vrouw 6 en voor de helft van de chips in play, die callde ik gewoon en haar vrouw 4 en de flop was dan klaar. Wel even 6 hitten, want meestal split natuurlijk. Ja, meestal split, maar het was en een 6 en 3 schop en ik had 1 schop in mijn hand, dus hij was al dood. Hij was redelijk dood. Ja, hartstikke mooi. Er was nog even sprake van een deal, maar die is er niet doorheen gekomen. Ja, we hadden het er even over en toen dacht ik, voor mij was het van belang, ik wilde heel graag dat bordje. Tuurlijk. Daar gaat het me om. En ik dacht, er is geen enkele deal waarbij je het bordje kan krijgen, want je moet het bordje verdienen. En ik dacht ook van, als ik een toernooi win en ik heb hem met een of andere rare deal voor elkaar gekregen, dan zou ik mezelf ook niet recht in de ogen kunnen kijken. Dus toen, we hadden het erover en toen die ene die wilde een beetje extra geld en de andere die wilde iets met geld regelen. Toen dacht ik, ja, het gaat om het bord. Het gaat eigenlijk niet om het geld. Ook geen mega bedragen. Nee, precies. Dus ik dacht van, toen zei ik, jongens, laten we het eigenlijk maar niet doen. We gaan gewoon lekker spelen. En toen heb ik sindsdien geen hand meer verloren. Precies, supermooi dat je hem, alsnog gepakt hebt, Rolf. Is dit het begin van de comeback van de grote slotboom? Nee hoor, helemaal niet. Ik doe nu andere dingen die ik heel erg leuk vind. Ik vind het heel erg leuk om op het snijvlak van beleid en politiek bezig te zijn. Ik vind het heel erg leuk om te proberen voor de pokerspelers in het algemeen dingen te doen. Hè? Want met de Pokerbond zijn we nog keihard aan het werk, doen we heel goed. Nu met het Centrum voor Verantwoord Spelen zijn we eigenlijk heel goed bezig, juist op het kansspelbeleid in het algemeen, om dat voor de spelers beter te maken, voor zorgen voor betere waarborgen. Nou, ik denk dat de spelers daar in het algemeen heel blij mee zijn met die 2 functies. Ik ben een speler en ik ben er heel blij mee. Nou kijk, en weet je, ik vind dat zelf heel erg leuk om te doen. En daar ligt nu meer mijn passie dan aan de pokertafel, zeg ik eerlijk. Maar met het bordje ben ik wel heel blij. Je komt van de week nog wel even langs, neem ik aan. Ik speel morgen de Pot Limit Doha. Oh super, ja natuurlijk, is jouw toernooi. Ga mijn best doen. Ik hoop het voor je man. Oké, tot morgen. Thanks man. Doei.